Centraal. En ik ben met Cindy. Zeg eens hallo. Hey. En we wachten nu op Sylvana. Sylvana komt er zo aan. Die was op Rotterdam Centraal. En vandaag gaan we naar de opnames van Hitkrant. We gaan buiten wachten. We zijn badass. Maar we gaan gewoon wachten buiten. Ik wacht dus nu op Sylvana. En dan gaan we naar de locatie lopen. En Be Brave is er. Maar als je deze vlog ziet, dan is het al geweest. Want deze vlog komt morgen online. Dat is super nice. Ja, ik weet niet. We staan hier op Rotterdam Centraal te chillen. We staan nu voor Starbucks en bij de Bruna om wifi te strijden, zeg maar. Oh, we gaan Starbucks halen. We gaan Starbucks halen. Maar het is nu even wachten op Sylvana. En waarschijnlijk komt ze eraan. Daar komt ze aangelopen met haar, gele schoenen. Hi! Sylvana is daar! Niemand mag haar. Zij is nu bij locatie aangekomen met Cindy en met haar. En het is lang wachten, want het is nu hoela. En hij keek je net echt heel hard aan. 5 over 2. Zie 5 over 2. Dat betekent dat we nog 1,5 uur moeten gaan wachten voor zij naar binnen mag. En we willen hier niet. We willen hier gewoon blijven zitten, want we zitten als enige hier. Want de rest zit allemaal binnen. En we willen gewoon dat Be Brave komt. Jascha. En zij wil dat Jascha komt. Dus we zitten hier nog wel even te wachten. Oeh. En ondertussen lopen er wat mensen langs de dak. Dus nu kijk je echt heel hard aan. Oké. Dit vind ik echt zo soms heel awkward om in gewoon dit openbaar te vloggen. En iedereen is er maar aan te kijken. Ga regenen, ga schuiven. Ga schuiven. Ah! Want ik word nat. Want ik heb drank. Drugs. Neem jij mijn tas mee? Ja. Die voor 20 euro. 10 euro. In totaal 20. Ja, ik heb er 2 gekocht. Nissa zegt tegen mij het was 10 euro. Of 7 euro. Ik zeg oké, nou we 7 euro. Nou, dat dus. We zitten nu droog. En ja, dit is ons uitzicht. Heel fancy. We zitten midden in Rotterdam. Ik kenteken is bla bla. Oké, leuk. Oké, dus wachten. En dus nog even wachten. Ik moet echt. Dus. Oké, ik ga even een thumbnail maken. Dat vind ik wel even leuk. Je mag op mijn jas zitten hoor, hier. Mijn jas is lekker zacht. Dit ding is al fucking hard. Ja, de stoel. We zitten nu op de stoel. En ik heb chocomel. Ik heb hier mijn tas. Met posters erin. En... Oh, we zijn Adidas brothers. Of ze... Ik ook! Wij zijn anders. Oké, dit wordt een thumbnail. Squad! Oké. Oké, okay, doei. In de leenbakker, want we hebben niks te doen. We moeten een uur nog wachten. En ik mag waarschijnlijk ook in de studio gaan zitten van Hitkrant. Ik zei, is dit goed? Is dit goed? Die vrouw zegt, er waren geen kledingsvoorschriften, dus... Klink. Deze kussens, die doen me denken aan Beauty Gloss. Ja, die kussens zien er zo lekker uit, omdat ze groot zijn. Welke kussens? Mama! Ik zit lekker. Nee, het is zo zacht dit. Oh, ik ben echt gek op stofjes. Wat ben je gek? Gek op stofjes. Oh, ze is gek op stofjes. Ik ben gek op Samuel. Oh mijn god, dat staat er nu ook in. Oké. Ik heb dus 7:30 opnames. Dat betekent dat ik alleen terug moet. Kom. Dus dat komt wel goed. Same. Ik zie er alleen een beetje dik uit met deze jas aan. En daar hebben we Sylvana. En ik zit waarschijnlijk bij opnames bij Sylvana. En natuurlijk ga ik ook vloggen. Je houdt nog steeds mijn tas beet. Oh, oké, loop maar door. Alsjeblieft. Oeh, kijk, bureau. Kijk, dit is wel leuk hoor, maar wat doe je hier? Oh, to do. Kijk, maar dit vind ik dan ook wel weer leuk. Dan gaat het alleen maar volstaan bij Be Brave. Dat vind ik leuk. Ik wilde eigenlijk vragen aan die vrouw. Mag ik ook vloggen daar? Ja. Doe het gekomen. Hier. Doe vloggers! Hi, ik ben weer. Monique is back. Hi, heb je al verteld waar je bent? Ja. We zijn nu nog steeds in Rotterdam. De tweede proef is aan de beurt en ik ga zo weg. Maar ik ben weer de eerste opname sessie erachter. Op achter. Ik ben Elisha. En ik ben nog steeds met Ja! Deze hier.
En we hebben de eerste opname gehad. Typisch Hawaii kwam er. Dus super nice. Nee. Dus ja. Doei. Nee. We zijn er nog steeds. Nog steeds bij opnames. Hoe lang moeten we nog wachten? Volgens mij pas half een uur. Brr. Ja, dat zijn dus ja. Yeah. Maar ik zie ook helemaal nog niemand, hè? Besef. Marleen is er nog niet niemand. Ja, ze zijn volgens mij wel die andere kant. Jullie mogen heus wel in mijn vlog hoor. Ik kom op YouTube morgen. Dus. Morgen om 4 uur toch? Morgen om 4:30. Half vijf. Ja, want anders heb ik niet zoveel. Anders moet ik dan. Moet ik morgen heb ik het best wel druk. Typie voor hij moet ook in mijn vlog. Ja, Typie voor hij moet ook in de vlog komen. Typie voor hij moet in mijn vlog komen. Ja, ik heb bij de McDonald's. Ja, we hadden het laatste avondeten. Ik ben er zo weer thuis en het was een superleuke dag. Wacht even hoor, Ines belt me op FaceTime. Oké, het was dus een hele leuke dag. Ik mocht zelf niet filmen in de studio, maar ja, ik heb wel foto's gemaakt met Typie voor Y en Yasha en Kai. En die zien jullie nu. Nou, ik ga lekker slapen. Jullie zien me niet. Het is nu, even kijken hoe laat het nu is. Het is nu 5:10. En ik lig gewoon in bed. Ik ga lekker slapen. En ik hoop dat jullie echt dit ook een leuke vlog vonden. Ik heb niet zoveel kunnen filmen. Maar dat mocht gewoon niet. Want ik mocht gewoon niet filmen in de studio. Natuurlijk had ik kunnen filmen met mijn iPhone, maar ja, dat werd hem ook niet, omdat mijn iPhone leeg was. En ik moest mijn iPhone uitdoen. Dus, ja. Ik ben gewoon moe, dus ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer om 4:30. Dus tot morgen. Doei doei.